Pien Verschuren, wat is jouw eerste gevoel na jouw zesde plaats hier vandaag op het Europese kampioenschap? Enerzijds ben ik tevreden met de zesde plaats. Ik had gehoopt vooraf een top 10 plaats. De conditie is redelijk goed. En de zesde ben ik vrij tevreden mee. Ik had nog gehoopt in de laatste ronde toch nog iets dichter te komen. En nog over, eventueel over Elm te gaan. Omdat de vijfde plaats zegt wel iets mooier. Maar ik heb heel de wedstrijd moeten knokken om heel de tijd terug vooraan te geraken. Haatjes toerijden. Dus uiteindelijk mag ik wel tevreden zijn dat ik nog zesde ben. Nu op een omloop die niet meteen voor jou geschikt is, laten we dat maar zeggen. Toch wel een puikenprestatie. Ja, dat is zeker geen omloop dat ik graag doe. Het is eigenlijk een beetje een snelle omloop. Heel veel draaien en keren. En het is heel moeilijk om op zo'n snelle omloop terug te keren. Ik had zeker geen goede start genomen. Maar ik ben toch alleen tevreden dat ik nog de zesde plaats heb gehaald. Je hebt vandaag nogmaals aangetoond dat je wel bij de betere Belgen bent. Want je eindigt juist achter Ellen van Looy. Dus dat wil toch al wat zeggen. Ja, ik ben blij dat ik dit jaar toch de aansluiting gemaakt heb bij, eigenlijk mag je zeggen, Ellen en Sanne zijn al sinds vorig jaar en de jaren ervoor de toppers van België. En dat ik nu de aansluiting maak is wel een hele leuke prestatie. Nu, je bent wel pas gisteren aangesloten bij de EK-selectie. Heeft dat een probleem gevormd of niet meteen? Oh, op zich vond ik dat niet zo erg. We hebben wel een hele lange rit erop gezet. Ik kon thuis vertrekken 1:15. Het was rond 7:45 dat we aangekomen zijn. Dus dat was wel vrij laat. Ik moest dan nog eten voor avond en zo. Dus dat was wel niet zo ideaal. Maar op zich, ik heb er mij niet druk in gemaakt. En dezelfde voorbereiding zoals anders gedaan. Zak je straks ook nog af naar Goedevoorde? Ja, inderdaad. Ik ga nu eerst naar huis. Daar overnachten. En dan vertrekken we morgenochtend vroeg richting Ruddervoorde. Dankjewel. Succes morgen.